Welkom Rafter Wingen. Ik ga af en toe iets vragen voor een andere pose te nemen. En interviewen en fotoshoot. We doen gewoon alles tegelijk. Multitasken, daar zijn we als Limburgers heel goed in. Dus ik ben zeer benieuwd hoe jij dat daar vanaf gaat brengen. Dat moet mijn vrouwelijk kansje bewijzen dan. Okay. Dat moet mijn vrouwelijk kansje bewijzen, zeg ik. Ja, absoluut. Je bent mooi in de make-up geweest, heb ik. Helaas heb ik wat moeten ondergaan. Maar het is alleszins helemaal goed gekomen. Dank u wel, maar u ziet er ook heel goed uit vanmorgen. Ja, ik ben er niet geweest. Nee, maar zelfs dan ziet u er goed uit, maar dat weet ik. Een klein beetje erachter. Ja, dat is genoeg. Goed, even naar Raf. Wim was mijn vader. Dat neem ik als een compliment. Ja, absoluut. Want daar wou ik het ook over hebben. Ja. Je vader is lange tijd burgemeester geweest van Maasmechelen. Is het door hem dat je de politiek ingegaan bent? Dat hebben we bij een paar burgemeesters hier ook al gemerkt, dat het toch wel met de paplepel is ingegeven. Weet je wat dat is? Ik ben enig kind, ik ben enige zoon, dus ja, aan de keukentafel hoor je natuurlijk de gesprekken en dan ben je automatisch toch wel ergens wat meer geïnteresseerd in het een of het andere, denk ik. Ik zeg altijd zo, ja, als mijn vader nu profvoetballer was geweest, was ik waarschijnlijk nu atletischer geweest en had ik meer geld verdiend. Ja, misschien wel. Maar als ik dan aan mijn keukentafel denk, vroeger, als mijn ouders het over politiek hadden, dan was mijn aandacht weg. Werd jouw aandacht dan aangetrokken? Dat vind ik interessant, want als kinderen en politiek, dat is niet altijd een heel goede match, hè? Ja, misschien wel. Je bent als enig kind, zit je aan die tafel en je ouders spreken over bepaalde zaken. En dat zal wel over politiek zijn geweest. Mijn moeder is kleuterleidster altijd geweest, dus zij zal het over het onderwijs hebben gehad. Ja. Dus automatisch denk ik dat je daar toch wel meegaat in die verschillende werelden. Ja. Dus of dat nu heel bewust is geweest, van ik ga nu luisteren wat papa vertelt, dat weet ik niet. Maar op een of andere manier denk ik wel dat het er altijd een beetje heeft ingezeten, toch wel. Ja, mooi toch, hè? Ja, zeker. Hoe mooi is het vak? Als je van je hobby je beroep kan maken, is het prachtig. Ik denk dat u daar ook over kan meespreken. Ja, absoluut. Zeker weten. Voilà. Nu, je combineert ook. Hè. Je bent burgemeester, maar je zit ook in de Kamer. Is dat een haalbare combinatie? Dag op dag, elke keer opnieuw? Soms besef ik mij te weinig hoe eigenaardig dat mijn leven wel is. Ik bedoel, ik slaap 4 tot 5 uur per dag. En voor de je slaapt overdag? Per nacht, per 24 uur. Ik snap je. En ik heb heel weinig slaap nodig, dus ik kan het goed combineren. Ik probeer altijd rond 5 uur, 5:30... uiterlijk 6 uur in mijn wagen te zitten naar Brussel. En in de namiddagen ben ik dan terug in Maasmechelen om het gemeentehuis te gaan. En kan je dat fysiek volhouden? Ja, blijkbaar wel tot nu toe. Ja. Het enige waar ik mee moet opletten is dat ik niet te veel kilo's bijkom omdat ik te weinig sport doe. Maar dat is de enige uitdaging. Vandaar, dan komen we meteen al aan het sporten. Want als ik het goed heb, dan ben je een marathonloper geweest. Zoals u ziet is het even geweest. Dus, ja, het is 10 kilo geleden. Ja. Ik heb een kleine 10 marathons gedaan tussen de jaren. Ik denk vanaf 2008, het jaar nadat mijn vader overleden is aan een hartkwalen. Want toen was ik rond de 120 kilo. Okay. Toen heb ik toch wel degelijk wat moeten doen. De dokter zei dat ook, van ja, let maar op, want uw papa heeft last ervan gehad. Dus je moet zelf ook opletten. En dan ben ik wat marathons beginnen te lopen tussen 2008 en 2013, denk ik, zo de laatste. Ben je dan een man van extreme? Want je zegt van, kijk, het was extreem de ongezonde kant. Plots marathons gaan lopen, dat is een wereld van verschil, hè? Ja, extreme weet ik niet, maar ik heb wel beseft dat ik er iets aan moest doen. En als ik ergens aan begin, dan is het ook wel met de volle overtuiging. Dat is in de politiek zo, dat is bij het sporten zo. En dan ben ik daar wel een beetje maniakaal in, misschien zelfs wat autistisch van. Dat zijn mijn verschillende schema's, die ga ik lopen. Ja. En dan doe ik dat ook. Als op maandag 20 kilometer staat, of ik nu om 11 uur 's avonds thuis kom, om 1 uur, dan ging ik 's nachts lopen. Echt? En dat is jaren zo geweest, ja. Nu is dat wel moeilijker. De combinatie burgemeester en Kamerlid is natuurlijk een stuk moeilijker om dat te doen. Goed, nu is het een beetje wandelen geworden. Dat is iets veiliger straks om te gaan wandelen dan te gaan lopen. Hè. Absoluut. Nu, marathonlopers, dat is een soort van eenzaad. Ben jij een eenzaam man in de politiek? Ja, ik denk dat je altijd een bepaalde vorm van eenzaamheid hebt in de politiek, omdat je toch een beetje voor jezelf moet gaan. Maar tegelijkertijd moet je natuurlijk teamspeler zijn, moet je een ploeg leiden. En ik denk dat ik daar ook wel in slaag. Maar ik moet je zeggen, ik kom heel erg tot rust bij het lopen, bij het wandelen. En als ik ergens een speech moet geven bijvoorbeeld, dan ga ik liever een uurtje wandelen. Dan zit dat in mijn hoofd en dan hoef ik dat ook niet verder voor te bereiden. Eerder dan dat ik dat begin uit te schrijven, want ik zal nooit een speech uitschrijven. Ja. Ja. Nu, je zoon is 16 jaar, die voetbalt bij Patro. Ja. Jij stimuleert dat ook? Ja, want ik ben heel fier op hem. Ja. Ik denk dat hij alle kwaliteiten heeft die ik had gedroomd te mogen hebben. Ik heb zelf ook gevoetbald bij Patro, maar hij doet het een stuk beter. Hij is rechts- en linksvoetig en hij heeft veel meer kwaliteiten. Ja. Op alle gebieden trouwens, maar zeker ook op voetbal. Ja. En ga je dan vaak meer langs de kantlijn staan? Heb je daar tijd voor? Daar maak ik tijd voor. Dat zijn zo'n paar heilige momenten in mijn agenda. De wedstrijden van Bout, die volg ik altijd. En tot voor kort was dat natuurlijk met Patro in het internationale niveau. Dus dan zat je tot Vierton, dan zat je tot Kokzijde en tot Brugge. En nu is dat iets meer beperkt, dus het is iets gemakkelijker geworden om die wedstrijden te volgen. Nu, Patro is een zorgenkindje geweest. Is het nog? Ik weet het niet.
Ja, ik moet u zeggen, als gemeentebestuur heb je dan natuurlijk alle belang bij dat zo'n voetbalploeg kan overleven. En er zijn heel wat rare zaken gebeurd, misschien wel in de ploeg rond de Patro. Ik denk dat we daar als gemeente heel voorzichtig en heel verstandig mee zijn omgegaan. Nu lijkt er wat stabiliteit te zijn gekomen met de nieuwe voorzitter, de flamboyante voorzitter. En we moeten natuurlijk hopen dat die man het verder goed gaat doen. Ik denk dat hij wel het goed voor heeft met Patro. Ja. Ben je gerust in de nieuwe eigenaar? Ja, je moet het een kans geven. Het is niet aan mij om dat te beoordelen. Ik kan dat ook niet beoordelen. Ik denk dat je sowieso een aantal weldoeners moet hebben in het voetbal om verder te geraken. Een aantal investeerders. Ik heb begrepen van de voorzitter, want we hebben hem verleden vrijdag nog ontmoet op het Schepencollege, dat hij een aantal economische plannen heeft. Hij heeft er een commerciële visie op. En dus op die manier ga je natuurlijk proberen met die mensen samen te werken en het zoveel mogelijk ook te kanaliseren, te faciliteren voor een ploeg als Patro, een historische ploeg die wel verdient om wat hulp te krijgen, maar niet meer dan de andere hulp die de andere ploegen in Maasmechelen krijgen. Ja. En dat is soms een moeilijke oefening. Want wat is het hoogst haalbare, denk je, voor Patro als voetbalploeg in het Maasland? Want ja, je wordt geflankeerd natuurlijk door Racing Genk. Je hebt aan de andere kant van de grens ook een aantal goede ploegen. Je zit zo'n beetje gesandwiched tussen heel wat kwaliteit, hè? Ja, en tegelijkertijd ben je wel de ploeg van het Maasland. Hè? Ja. Want dat is natuurlijk wel de aantrekking die je hebt. We hebben het toch met meneer Azimi erover gehad vrijdag. Van, ja, je bent natuurlijk beperkt door die Maas en het oosten. Ja, daar krijg je natuurlijk geen input. En hij, zelf Nederlander zijnde, zegt dat is de uitdaging om ook misschien Nederlanders naar die leuke ploeg die Patro altijd geweest is, om die toch naar Maasmechelen te brengen, naar het Maasland te brengen. Ja. Ja. Misschien toch nog heel even terug naar het begin van het gesprek. Stel dat je wel had blijven voetballen, stond Patro dan heel ergens anders? Ja, dat zou ik niet durven zeggen, eerlijk gezegd. Misschien nog veel dieper, dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar nogmaals, ik hoop dat het goed gaat met Patro. Ja. En ja, heel eerlijk, men weet dat ook in Maasmechelen. Nee. Hoeveel sympathie dat ik heb voor de andere clubs. Ja, ik heb zelf altijd bij Patro geshot tot 16, 17 jaar. Ja. En toen is het misgegaan door naar Leuven te gaan studeren. Dus, voilà. Maar je hebt het uiteindelijk wel verder geschopt. Dat moet u zeggen. Dat ga ik zelf niet voor mijn eigen verklaren. Maar ik ben blij dat ik hier mag zijn op Radio 2. Zeer goed. Dankjewel. We gaan nog op